pick your three, but then for PC. En dit keer gaan we het doen. En ik moet zeggen, ik dacht toch wel dat dit een beetje de moeilijkste gaat worden van het hele rijtje. PlayStation, Xbox, Nintendo. Nintendo leek me het makkelijkst. Maar zelfs hier werd mij van tevoren gevraagd, wat zijn nou echte exclusieve PC franchises? En ik vond het al moeilijk om het te benoemen. Nou, dan is het toch nog makkelijker om er tot drie dan, uit te komen. Nee, want ik heb nu het lijstje gezien. En dan denk ik, oh shit, dat is veel meer dan dat ik überhaupt in mijn gedachten had. Ja, het lijstje zal natuurlijk ook niet helemaal compleet zijn, maar over het algemeen denk ik dat we vrij ver genoeg toffe franchises ertussen zitten. Ja. We zijn nu bij, vanaf de derde keer dat we dit item aan het opnemen zijn, hebben we nu een systeem gevonden hoe... Ja, dat hoor ik. Jullie hebben JJ's redactie gecheat, zeg maar. Gecheat, we hebben structuur aan. Ja, structuur in aan. Ja, maar normaal is het natuurlijk een soort van ongeleide discussie van drie kwartieren. Nu kunnen we denk ik vrij snel zo tjak, 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 tjak wegsnijden. Ik denk niet dat het heel snel is, want het systeem wat we hebben bedacht is gewoon, ieder kiest elke keer een afvaller. Die moet afvallen en dan moet je maar gaan verdedigen waarom dat zo is. Ja, en als je één medestander kan vinden, ja, dan is het 2-1. Ja. Okay. Maar het moet niet zo zijn dat elke keer je overruled kunt worden door twee anderen, want dan blijf je weer bezig natuurlijk. Ja. Ja. Dus je moet je ook een beetje conformeren. Dat is niet je sterkste kant. Dat klopt. Maar je moet maar je best gaan doen. En ik denk, als we nu naar het rijtje gaan zitten kijken, kijk, dit zijn ze. Maar het is toch super duidelijk. Nou ja. Nummer 1 en 2, super duidelijk. En dan over 3 kunnen we bakkeleien. Nummer 1 en 2. Kan ik me denken, ik ga nog niet zeggen welke dat dan zijn. Jawel, dat kunnen we gewoon doen nu toch? Het is zomer, het is fucking warm. Als je nu binnen zit te kijken naar iets, dat is niet oké. Je moet nu naar buiten gaan. Misschien als je op je telefoon zit te kijken en terwijl je in een zwembandje ligt, dat je dan een item van een half uur verdient. Maar anders zou ik zeggen, laten we er met vier minuten doorheen zijn. Ik mis wel wat. Ik zie bijvoorbeeld, ik zie een Wolfenstein, ik zie een Unreal, ik zie een Quake. Ja. Mm-hmm. Maar waar is dan die andere? Doom. Ja, het is heel erg tegenwoordig ook heel multiplatform. Ja. Dat voelt nu... Ja, dat is waar. De laatste zijn ook... Maar Wolfenstein ook. Ja, Wolfenstein is hetzelfde verhaal. Ja, maar dat is de allereerste shooter die ik speelde. Ja, same hier. Dus dat koestert toch wel bepaalde herinneringen. Ja, Skate, begin maar. Zeg maar Total War. Ja, dat mag. Nee, ik zag al een andere die vrij... snel weg mag, wat mij betreft. Ja, ik denk dat we allemaal wel naar dezelfde dag kijken. Ja, is dat zo? Denk het wel. Kijken jullie ook naar World of Tanks? Ja, zeker weten. Okay. Is wel heel PC-ig. Ja, heel erg natuurlijk wat het is. Hè? We zitten hier met wat jij had zoiets. Ik wist ook niet helemaal hoe we dat. Dus we hebben hier een soort van met de hele redactie over zitten bakkeleien. Van wat past er nog meer überhaupt in de lijst? Want ze kwamen er maar tot 6. Ja. Of iets dergelijks. Nee, maar van en ik zei van, nou, dit is wel de World of-series zijn wel super PC-ig. Ja, en het is super populair, maar niet voor mij. Dit zijn juist echt mijn anti-PC-games die ik echt nooit speel allemaal. Maar het is wel niet omdat ze alleen zijn, eigenlijk, of nee, het is vast niet alleen puur voor PC, maar als je denkt aan een PC-game, dan denk je aan de RTS'en en aan dit. Dan denk ik genoeg bij andere games ook. En dan staat deze gewoon echt toch stijf onderaan, kan ik je vertellen. En volgens mij heb ik Skate daarin mee. Dus je kan lullen wat je wil. Nee, ja, ik ben al een beetje advocaat voor de duivel, want to hell with it, I don't give a fuck natuurlijk. Behalve dat ik er een hele leuke trip ooit mee heb meegemaakt natuurlijk. Dat telt, maar dat telt nog helemaal niet. Maar het is meer, is dit een persoonlijke flavor item of is dit gewoon wat we denken dat general consensus is? Nee, ik vind gewoon ook dat merk is gewoon niet legendarisch genoeg in PC gaming. Plus dit is meer de personal touch inderdaad. Oké, ja, en dan dus uiteindelijk een beetje wij als GameKings redactie in plaats van dat. Ja, nee, precies, want anders kun je net zo goed gewoon een blaadje met de verkoopcijfers erbij pakken en op basis daarvan de populariteit betalen. Vind ik heel goed, goede voor de volgende keer. Nou, nee, dat is een heel saai item. Nee, oké. Dat is duidelijk. Die is weggestreept. Nou, Koos, dan mag jij. Nee, jij bent. Mee. We doen zo. We gaan counterclockwise. Tegen counterclockwise. Ja. Nou, dan zeg ik... Net zoals GameKings, tegen de stroom in. Ja, kijk... vind ik wel hij loopt nu al vast. Ja. Makkelijk, man. In mijn hoofd inderdaad een soort van... Wat ik zeg, nummer 1 en nummer 2 heb ik al in mijn hoofd. Alleen een soort van, ja, wat is dan de eerste die je wegketst? Ja, ik heb bijvoorbeeld helemaal niks met die met de meeste... Nee, dat is ook niet zomaar met eigenlijk twee RTS'en. Ik gooi gewoon Age of Empires eruit omdat het een lelijk logo is. Op basis van het logo. Ja. Oké. Okay. You can suck a dick, Jellekunst. Die gaat er echt niet uit. Hij gaat er wel niet uit. Zo vroeg. Hij gaat, nou oké, okay. Dat is een ander verhaal. Niet zo vroeg, maar hij gaat eruit. Want er zijn... Ooit wel. Dan ben je het met me eens, Kate, want dan gaat hij er nu uit. Come on, man. Als je het hebt over een RTS die iets anders deed dan de hele tijd oorlogje spelen. Ik wil Civilization eruit. Daar kan ik mee eens zijn. Civilization, de Civilization, pats, rood kruis erin. Ook een kut lelijk logo. Ook, nee, ik ben mooier vond je. Dus daarom ging ik letterlijk voor Age of Empires met die domme golfjes.
Maar het is Civilization geworden. Inderdaad, misschien minder legendarisch dan Age of Empires. Ja, en nu komen we toch wel in het gebied waarbij het toch wel wat lastiger gaat worden. En, nu ja, al? Nee hoor. Ja, vind ik wel. Want simpelweg, ik weet dat ik Skate hier geen plezier mee ga doen. Maar als ik kijk naar al deze franchises en dan ook een beetje strategie het RTS genre, dan spreekt me dit ook het minst aan. En denk ik ook dat qua mainstream het minst aantrekt. Total War! Pff, gooi je kruis erin, ik ben het ermee eens. Boom! Ja, sorry. Ja. Hij is het ermee eens. Ja, zie. Ik ben vandaag er helemaal maar makkelijker bij. De rapen zijn gaar, joh. Nee, maar blijkbaar zijn we het ermee eens. En sterker nog, het is natuurlijk ook heel logisch dat er straks een RTS komt. Ongeacht taste, denk ik dat we alsnog daarop uitkomen. Dus laten we gewoon al die andere RTS. Laten we al die andere RTS gewoon wegstrepen dan. Ah, man, kan toch niet, man. Jesus. Hoezo? Dit is. Dit ja, kan wel, ik snap het wel. Toch? Niet nu al. Nee, ja, ik snap je. Had mij nog een beetje in de waan gelaten dat deze tegen de top 3 aanschuurt. Nee, joh. Was dat bij jou zo geweest dan? Ja. Ja? Mij persoonlijk wel. Voor jou persoonlijk had het in de buurt van de top 3 gekomen. Dit had top 5. Maar hey, ik geef het je qua kwaliteit. Al decennia lang, weet je wel. Van Rome to the World tot de Warhammer shit, weet je wel. Het is nice. Ah, het is awesome, man. Kom op. Maar er zijn heel veel series hierin die we nog zien. Awesome. En consistent, hè. In de afgelopen 20 jaar zijn er zeker 10 games uitgekomen of zo. Maar jij... Bijna allemaal goed. Wat is de volgende game die je wegstreept, Skate? Ja, Age of Empires. Want dat is het ding. Hij gooit nu jouw Total War weg. En, oh, maar zo ben ik niet. Ik ben niet hij is niet drankeneus. Nee. Nee, maar Koos, die maakt in een nick, wil die nog wel een keer in Smash schrijven. Dat rare geluidje wat Koos deed over Age of Empires. Ik snap niet waarom niet zo. Ja, maar come on, man. Het is Age of Empires. Oké, sorry, cool. Maar vind je dat toffer dan Command & Conquer? Fuck no. Moeilijk. En vinden wij als gamers dat allemaal vetter dan StarCraft? Fuck no. Dus dat is de vetste RTS die erin staat, is StarCraft. StarCraft heb ik, ja, ik heb het letterlijk een keertje gespeeld via zo'n Twilight CD, maar verder niet. Het is wel de sixth RTS die ertussen staat. Ik ga er een shooter uit halen, jongens. Mag, ja, het zijn er te veel. Als je nog niet Portal weghaalt. Ik haal Unreal eruit. Ja, doet me pijn, want het is wel mijn favoriet. Of Quake of Unreal. Ik zou zeggen Quake. Oké, dan haal ik Quake eruit. Mee eens. Want die heeft ook best wel wat stinkers nog. Quake 4 vond ik bijvoorbeeld echt helemaal niks. Daar heb ik ook helemaal niks mee. Dus. Zien we nou Unreal of Quake? Dit is wel Quake. Is Quake. ja, zeker. Just checking. Ja. Nee, ik vond Unreal inderdaad ook een vettere game dan Quake. Misschien dat... Nou, Quake 3 Arena, dat is de enige die echt amazing was. Die echt tot zo gigantische grote hoogtes is gestegen. Ongelooflijk, Mike. Ja. Het is amazing. Vind ik wel. Kom op. Vind je het niet? Wat? Quake 3? Ja, zeker. Nou, daarom. Maar daarvoor zijn er gewoon te weinig successen. Ja, het is, ik moet ook wel zeggen, Quake is voor mij in mijn hoofd ook wel een multiplayer game. Is het niet hoor, maar ik bedoel een soort van de Quakes die ik die populair ik vet vond. Die populair was, waarin was inderdaad multiplayer. Quake Champions, net Quake 3. Gewoon, maar het gaat natuurlijk ook wel een beetje om de... We zijn wel franchises aan het doen natuurlijk nu. Hè? Dus ja. Die moeten wel de hele franchise. Maar daarom is het te wisselvallig. Ja. Want die singleplayer versies zijn eigenlijk helemaal niet zo cool. Ja, voor die tijd zag dit er prachtig uit. Maar ik heb het laatst nog met Boris zitten spelen. Toen gingen we nog... Ken je deze nog doen of zo? Alleen dan echt spelen. Ja. Het is niet meer speel je deze nog? Nee. Ja. Oh ja, speel je deze. Wat we ook nog mee moeten nemen, dat hebben we bij de vorige ook gedaan. Kunnen we hier nog iets van verwachten? En willen we hier nog iets van verwachten in de toekomst? Ik vind dat we dat ook moeten meenemen bij deze PC-franchise. Ja, vind ik een hele goeie. Maar ik heb dat met al die games. Wolfenstein hebben al heel veel dingen van gehad. Doom is natuurlijk nu bezig. Dus er zijn al twee van die franchises die nu nog relevant zijn of dingen doen. Ik hoef niet daar ook nog een Unreal, terwijl die af en toe ook wel uitkomt, of een Quake bij. Maar voor mijn gevoel, en misschien zit ik er helemaal naast, maar dat is gewoon mijn gevoel wat ik heb als ik erop terugkijk. Voor die tijd was het geweldig. Maar ik heb het idee dat vooral Quake 1 en 2... echt grafische nieuwe benchmarks waren voor de PC. Net zoals Unreal dat ook was op het moment. Is dit zoveel mooier dan Doom dan? Destijds was dit echt... want dit was volledig 3D. En dat was Ja, fair. Maar wat mij betreft zit dit altijd, heeft het altijd in mijn hoofd tussen Doom en Unreal ingezeten. Omdat het wel een beetje grimy is, maar het is ook wat sci-fi-y. Ja, zeker. Dus, en ik vind die twee andere toffer. Maar het ging bijna net zoals Unreal, bijna meer om de techniek dan de game. Ja. En daar mag deze van mij weg. Ja. Zijn we het allemaal weg? Ja. Ben ik dan? Ja.
Ja, kijk, dan kan ik het, kunnen we het natuurlijk even makkelijk maken. Ik kan mijn eigen... Ik heb heel veel niet-darlings tussen staan. Maar daar komen we zo wel bij. Maar ik denk, ik wil nu even... Ik ga nu de community een loer draaien. Ja. En zeggen dat League of Legends eruit moet. Wauw. Ja, maar niemand van ons heeft daar wat mee. Nee. En ik wil best, als we dan toch nu net hebben besloten... dat soort van League of Legends... Dat het vooral een Game Kings taste is, dit item. Ik zou bijna te twijfelen general... of deze in de top 3 moest nou, komen. Daar had ik zeker een plek gegeven als het ging om wat... Hè, wat wij als redactie wereldwijd gezien, of ja, ik weet het is heel moeilijk, maar nu is het toch echt puur op bij de redactie houden. Niemand heeft met deze game. Weet je, we hebben niks met andermans smaak. Wij kunnen alleen voor onze eigen smaak staan. En deze niet hoog op het lijstje. Dat is gewoon zo. Precies. Dus daarom denk ik dat ik ook medestanders heb en daarin een makkelijke keuze heb gemaakt. Maar ik vind het ballsy. Wereldwijd, ja, maar precies. Maar wereldwijd gezien, weet je, als we een lijst hadden gemaakt van wat vinden wij dat de werelds beste PC-franchise, dan had hij denk ik wel hoger moeten staan. Het is ook een andere generatie inmiddels. Zeker. Veel van wat hier staat komt vanuit de jaren 90, begin 21ste eeuw. Dit is de new generation PC game, zeg maar. Verdient hij ook een top 3 plek. Eigenlijk maar wel, ja. Niet want, hier op de redactie. Nee, want wij lijken nu een beetje verstokte oude mannen die vasthouden aan het verleden met... want uiteindelijk gaan 3 games... 3 franchises in deze top 3 terechtkomen, waarbij ik het idee heb dat ze al heel lang bestaan. Ja, ja. Denk ik, vermoed ik. Dus, maar ook legendarisch zijn, hè? Dus. Ja, maar dat is dit ook. Alleen op legendary status mag je niet beoordelen. Is er maar eentje, deze. Ja, nee, maar dat is het. Het is er inderdaad maar één. Ja. En alsnog... Het is geen franchise. Ik moet wel zeggen, hij is wel... Nee, ja, dat is een goeie. Ja, het is het wel. Inmiddels je hebt er wel. Ook poppetjes en shirtjes en dingetjes van. Maar, nee, maar voor ons is hij inderdaad nog niet legendary status. Omdat het gewoon een game is die wij op de redactie toevallig niet echt... Oké, okay, wegwezen met League of Legends. Ja. Ja. Ik weet misschien dat hij, als we het over 20 jaar weer bespreken... dat hij dan wel een plekje in die top 3 bemachtigt. Dat kan wel. Ja. Ja, dan gaat het toch voor mij zijn. Doen? Ja, je mag een suggestie doen, maar ik ga je nu alvast voor je ballen trappen. Monkey Island? Nee, Wolfenstein. Mag. En de enige reden waarom ik Wolfenstein... Het is allang geen PC-franchise meer. Het nog meer dan sommige andere games is dit echt volledig mainstream naar de consoles ook gekomen. Misschien zelfs populairder op de consoles tegenwoordig. Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ja. Het was ook voor mij mijn allereerste shooter die ik speelde op de PC. Dus daar zal ik altijd warme herinneringen aan overhouden. Dit is een van de latere games natuurlijk. Ja. Ja, en ja, het was gewoon geweldig dat ik als 6-jarig jongetje nazi's kon neerknallen. En mijn leven, player! Ja, nee, mijn leven. Ja. Ja. Nee, dat is gruwelijk. En Mac Hitler, die ik kon doodmaken op het einde. Ja, maar daarom, het waren amazing games inderdaad. Maar inderdaad niet meer je van het op PC. Het is nooit alleen maar heel true PC gebleven. Het heeft één hele grote revival gehad op PC. Na 3D natuurlijk. En dat was Return to Castle Wolfenstein. Dus dat was het Return? Ja, dat was die multiplayer game. Toen was het weer even helemaal terug. Ja. Nee, dat was ook wel een toffe game, zeker weten. Maar er zijn toffere PC-shooter franchises zelfs, ja. Inderdaad. Ja, ja, helaas wel. Dus jij bent er ook weg, Wolfenstein. Ik ben er zeker mee eens. Ja. Weg, Frankenstein. Dat zei. Raus. Als bitter. Kijken. We hebben een RTS, we hebben een MMORPG, we hebben een shooter, we hebben een... Ja. We hebben een Epos, we hebben nog een RTS, we hebben een puzzelgame, we hebben een vlieggame, we hebben nog een shooter... En we hebben iets RTS dat in de van jaren 90 gaat moeten blijven en nog een RTS-game. Kijk, het ding is, waar we nu wel een beetje op aankomen, tenminste dat is mijn gedachtegang, is dat er nu ook franchises bij zitten die wel echt het PC-platform definiëren. Zoals point-and-click. Ja. Dat is echt alleen op PC. Microsoft Flight Simulator, ja, cool dat je het op Xbox kan spelen, maar het is echt een PC-game. RTS-games hetzelfde, daar staan er ook nog 3 in. En MMO's, ergens tegenwoordige MMO's niet meer, die kun je maar ook prima. Maar deze wel. Maar deze is full aan een PC-game. Ja. Deze ik kan het nog hè? Makkelijk voor je maken. Ik vind Unreal Tournament is een van mijn favoriete shooters ooit. Alleen mij ook. Ja. Hij hoeft hier niet per se in deze beste... Nou, sorry, maar dan gaat CSGO eerder, vind ik hoor. Zeker niet. Nee, mijn nummer 2. Kan ik je vertellen. Als er één PC... Is dat is PC. Ja, precies. Kijk, daar gaan we. Dat is al met z'n tweeën zijn we hier al. Deze komt erin. Je kan niet en Half-Life en CSGO sterker nog, doen. Kijk hoe lang deze nog steeds door zo'n immense gespeeld wordt. Ik zeg niet dat hij niet goed is. Daar heb je ook gelijk. Dus laten we hier een shortcut nemen. Als wij daar vinden... Ik vind dat ook. Dat is top 3 waardig. CSGO is een Half-Life uitbreiding.
Ergens wel. Dus daarom is Half-Life namelijk eigen, één. Eigen entiteiten. Als je, hè, dus, maar je bent het ook met me eens dat Half-Life 1 op 1 staat. Ja. Dus mag jij nummer 2 kiezen? En dan zijn we met dan hebben we het hele item hebben. En dan gaan we daarna misschien nog mierenneuken over waarom de rest dan niet. Maar jij mag hier nummer 2 kiezen. Jij gooit nu het hele item door. Maar. Nee, je moet gewoon kiezen. Oké, okay, ja. Maar je weet dat het uitgetallen bij CSGO en Half-Life. Nou, nee, dan... misschien verander ik nog van mening. Nou, dat maar, goede argumenten werken altijd. Hè? Command & Conquer mag weg. Ja. Ja. Heeft impact gemaakt in een time window, zeg maar. Ja, ergens eind jaren 90. Goeie. Dat vind ik ook, ja, Jesus. Daar zeg je me wel wat. Want dit is de allereerste LAN-game die ik ooit heb gespeeld. We hadden thuis twee PC's staan. Eentje bij mijn broertje in de kamer en eentje bij mij in de kamer. En we hadden een hele lange netwerkkabel getrokken. En we zaten de hele tijd dit te spelen. Vooral Red Alert hebben we heel erg veel gespeeld. En ja. Dit kon je nog dus over LAN spelen. En dan was het echt altijd, oké, de eerste 30 minuten gaan we alleen maar bazen bouwen. En dan kwam er alweer een tankje aan. Ja. En dan zeg je, oh sorry, die is zelf... Hij was aan het ontdekken. Hij was aan het ontdekken, die is zelf gegaan. En ja. Daarna een noek gooien. Maar als ik dit moet... kijk, ik wil... Maar vind je de Command & Conquer serie vetter? Of vind je minder vet dan Age of Empires? Ik vind StarCraft gewoon imposant. Ja. Maar over een langere periode ook. En weet je, ik had niet zoveel met die corny acting shit. Ik vond het zo cool vroeger. Ik vond het ook leuk. Ja, ik vond het zo cool. Ik was misschien al, ik weet niet, ja, ietsje ouder of zo. Ja. Nee, oké. Qua RTS vind ik dit ook niet de sixte. Dus wat mij betreft kan het. Alleen, ik vind het grappig dat jullie zo Age of Empire-minded zijn. Nee, niet zozeer Age of Empires, maar meer StarCraft dan Age... Ja. Nee, maar vooral Age of Empires wel, mag voor mij ook weg, hoor. Dit lag zo voor de hand. En Age of Empires was toch gewoon in één keer iets heel anders. Een nieuw genre. Een beetje wat SimCity-vibes, maar ook RTS-vibes, weet je wel. SimCity, waarom de fuck staat er geen SimCity bij? Ja, goeie. Ja. Ja, je hebt gelijk. Dat is, en ja, ik wilde net zeggen Anno, maar... Maar die hadden het allebei niet tot de top... SimCity niet. Nou, SimCity had ik boven, denk ik zelfs boven SimCity StarCraft 2000, gezet. Man. Fuck ja. Yeah. Die had ik qua wat Jezus. Dat heeft betekend, denk ik, meer boven StarCraft gezet. Want StarCraft is een hardcore niche, echt voor hardcore gamers. Terwijl iedereen in de wereld heeft wel eens SimCity gespeeld. Ja. Niet iedereen. Maar ik zit trouwens nu, ik bedoel, CSGO en Half-Life lijken zekerheids te zijn, maar... Ik zit nog eens even naar een tweetal andere titels te kijken. En dan wordt het toch wel even een Volgens mij ben ik aan de beurt, toch? Dus ja, ik kan er alvast eentje noemen. En dan komen we al wat dichterbij. Portal. Sorry. Ja, ga je wegdoen? Ja. Dat is een van de allerbeste games ooit gemaakt. Ja. Is het ook. Daar ben ik het niet mee oneens. Maar ik bedoel van, ja, er staan zoveel meer andere legendarische franchises hierbij. En ja, dan moet er toch maar eentje weg. Net zoals dat Command & Conquer ook weg moest. En Wolfenstein ook. Maar ik zou CSGO willen wegstrepen voor Portal. Nee, misschien wel. Ja, misschien wel. Misschien. Ja. Nee, daarvoor zijn er maar twee titels uitgekomen. Dat is niet genoeg. Als je het hebt echt over hoe lang... En ze waren niet heel lang. Dat vind ik geen criterium. Nee, ze waren ook niet per se lang. Nee, ik wou zeggen ook hoe long running het is. Ook dit, net zoals CSGO natuurlijk hoor, maar is inderdaad komt natuurlijk gewoon van Half-Life. Ja. Dus eigenlijk staan er nu in deze top 12 of wat dan ook drie Half-Life franchises. Hey, maar laten we ook heel eerlijk zijn. Dat geeft ook wel de kracht van de Valve engine natuurlijk aan. Van hoe divers die was. Moet ik dan, een ander ding, moet ik dan zeggen dat Portal en CSGO gewoon bij Half-Life horen? Want dan wordt het namelijk dat 2 en 3 makkelijker kunnen maken. Nee, niet makkelijker, want anders is het gewoon. Dan hoeven we alleen nog maar de derde te verzinnen. Maar nu, als we alles bundelen, dan zeggen we gewoon dat Half-Life, Command & Conquer, CSGO en Portal samen gewoon Half-Life zijn. Vertegenwoordigd. Nee, dat kan niet. Dat hebben we bij de andere platforms ook niet gedaan. Daar spin-offs. Dan doe ik Portal gewoon wegstrepen. Oké, dan doen we streven Portal weg. Oké. Ja. Ja, maar ja. Maar Escape? Monkey Island. Maar en ik dan precies? Ja, we zijn counterclockwise. Oh, maar wat had jij net weggestreept dan? Weet ik niet meer. Nee, niks. Ik was een lans aan het breken voor... Command & Conquer. Ah, oké. Dus, en toen? Ik? Nou, maar, doe maar. Dat was er niet. Oh, dan heb ik hem voor Monkey Island gesproken. Het spijt me. Monkey Island. Ja, omdat jij het zei. Ja, point and click, helemaal mee eens dat inderdaad full-on een PC-ding is. Maar het is ook iets, dat zei ik net al, dat mag prima in de jaren 90 blijven. Dat is een ouderwets... gaming concept. Nee, daar ben ik niet mee eens. Return to Monkey Island komt. Ja, daarom. Maar ja, ik vind het niet een gedateerd genre. Ik vind het een heel vet genre. Ik vind het juist een onderbelicht genre. En ik zou daar graag nieuwe games van willen zien. Nee, maar en ik moet meer, zeggen, Monkey Island is ook tijd. Niet mijn favoriet. Het is Full Throttle wat voor mij mijn favoriet was destijds.
Ja. Met hele vette animaties ook. Grim Fandango vond ik heel tof. Die vond ik ook leuker. Ja, maar ik vind het gewoon, ik vind het niet meer bij de tijd, dit spelconcept. Met deze trappen weg. Ja. Nou, dan zijn we er over eens, toch? Heeft wel impact gemaakt, zeer zeker. Zeker. Maar überhaupt het point-and-click genre. Dat is ook waarom hij in deze lijst staat, als soort van vertegenwoordiger van. Ja, want je hebt Mist en zo. Ja. En heeft het vergeschopt. Dus hij mag trots op zichzelf zijn. Ja. Ik heb voor mijn beurt gesproken, Skate, dus jij bent weer. Nou, ik denk ook niet dat we heel veel moeite hebben met Flight Simulator weg. Microsoft Flight Simulator mag voor mij weg, inderdaad. Ja. Amazing. En daarom vind ik ook vet dat hij in de lijst staat. En misschien ook als een beetje als vaandeldrager van alle sim-games. Dit is waarom ik piloot wilde worden. Ja. Ik heb dit zo ontzettend veel gespeeld op mijn oude PC van de 98. PC van mijn vader. Ja, ja. En toen ben ik inderdaad op de PC van mijn vader. En dan ben ik nog naar de fucking, weet ik veel, zo'n winkeltje gelopen. Je had nog niet eens grote chains. De Mediamarkt bestond nog niet eens, denk ik. Om een nieuwe grafische kaart te kopen voor dit. En letterlijk weken mee lopen stoeien voordat ik dat aan de praat krijg met deze game. Ja, dat was voor PC gaming, man. Ja, dat was echt lastig was het vroeger. Maar uiteindelijk deed hij het en toen vond ik het leuk. Niet zo leuk als dat ik er had verwacht, want ik was er al zo lang mee aan het modderen dat ik het ervan al een beetje weg was. Maar. Dat snap ik, maar gek genoeg, hoe lang ik ook heb gewacht op Microsoft Flight Simulator, ik heb de nieuwe helemaal niet zoveel gespeeld. Nee, omdat we het al kennen. En ook dit is weer iets. Ergens is het natuurlijk ook echt een simgame en niet per se een heel erg game-game ding. Maar het toont wel aan hoe uniek het platform is. Precies, dat scheelde dat weinig zeg. Ja, die ging gewoon door de boom hoor. Maar ook dit is een spelconcept dat was er toen al. Ja. Niet anders dan, natuurlijk hebben ze wel wat aan toegevoegd en het is mooier. Maar je zegt het bijna negatief. Ja, nee, maar, dus ergens, nee, maar ergens is het niet veel veranderd sinds de 90's. Dus vind ik dan weer niet heel sterk. Ja, het is een sim. Ze moet zich houden aan de werkelijkheid. Oh, dat was niet heel werkelijk wat ik daar zag. Klopt. Nee. Dat zag ik uiteraard. Ja. Maar ik vind vernieuwing dus ook wel een ding. Dat het soort van, als ik hij nu geraakt was door die boom, dan had je gezegd, fuck yeah. Hij werd geraakt door de boom. Alleen, ja, wacht. Nee, dat was dan weer vergeeflijk. Nee, maar dit is natuurlijk ook wel weer zo'n niche. Het was wel mindblowing dat al die steden zo gedetailleerd erin voorkwamen. Zeker. Maar oké, fuck Microsoft Flight Simulator. Ja, het is te gelimiteerd of zo. Ja, nou oké. Okay. Ja. Ja, ik ga iets gek zeggen. Dus die gaan we dan toch maar niet doen. Want ik speel geen World of Warcraft. Nooit gedaan, dus ja. Ja, daar kan ik nog, daar ben ik nog niet klaar mee om die nu... Nee, dat dacht ik al wel. Dus dan kies ik maar, omdat het ook weer een shooter is, voor Unreal dan. Ja. Ja, dat nogmaals, dat is een van mijn favoriete Het ding met World of Warcraft is dat het gaminglandschap heeft veranderd. Compleet op zijn kop gezet heeft. Ja. Het heeft letterlijk ook mensen die daarvoor geen gamer waren, een gamer gemaakt. Ja, voor hardcore life ook. Dat ze ineens waren ze een soort van zolderfaddies in plaats van gereende sporters. Het heeft relaties gecreëerd, ja. Het heeft vele relaties kapot gemaakt. Ja, nee. Ja, maar gaan we die dan straks wel in de top 3 zetten, ook al is het niet onze persoonlijke favor, dat het zo pivotal is? Ik denk het haast wel. Ja. Maar ik denk namelijk dat ergens League of Legends dit ook heeft veroorzaakt, alleen dat het niet meer in onze generatie is gebeurd. Nee, maar World of Warcraft heeft het al over een langere periode precies. Gereden. Ik denk een grotere impact nog en lang. En ergens is het ook de Warcraft franchise natuurlijk, die ook RTS vertegenwoordigt. Warcraft 3. Frozen. Ik vond 2 toffer, maar... Maar ja. Ik had Unreal weggestemd, joh. Ja. Ja. Dat zegt al wat over dat we ineens soort van gaan oreren over World of Warcraft. Ik wil alleen even zeggen waarom World of Warcraft nog even moet blijven staan. Nee, Unreal. Ik snap het ook wel, hoor. Ja, Unreal Tournament, dat is eigenlijk de game waar het om draait, denk ik toch? Ja, ja, maar en dat is ook echt een van mijn favoriete shooters. Sterker nog, favorieter dan... En dan gaat het dus toch niet helemaal om persoonlijke smaak, maar meer om gevoel. Wat je gevoel zegt, vind ik een Unreal Tournament vetter dan CSGO en Half-Life. Moet gewoon altijd denken aan mijn 3DFX Voodoo 2 kaart. Als ik aan een Unreal Tournament denk. Ik denk dat ik een Voodoo 3 had. Voodoo, wauw. Ja. Papa had een Voodoo 3. Nee, die had ik, ja. Ik weet niet meer wat het was, maar volgens mij was dat het, ja. Oh my god. Voodoo. Carmageddon ook, de eerste keer dat hij... Ja, die mocht ik niet spelen. Nee? Oeh. Nee. Dat mocht niet. Van mijn ouders. Ik heb erover gelogen. Het was een race game. Ja, nee, dat is eigenlijk ook. Kijk, je moet racen. Je hoeft helemaal niet mensen dood te maken. Je kan er ook omheen, maar het is... Splatter bonus. Dat vind ik niet... Dit vind ik geen sympathieke game, zei ze. En terwijl ik wel heel erg een jelle game trouwens. Nee, ik heb GTA 2 toen gespeeld. Daar kon je ook mensen in dood. Alleen dat was van bovenaf, soort van met cartoon shit. Dus nee, dat was niet erg, ja. Daarom. Die is dus weg. Ben ik nu?
Skate. Skate is. Want nu, we hebben er nog 5 over. StarCraft en Age of Empires. Laten we zeggen StarCraft, want het is in de wereld van Warcraft. Is Age of Empires zoveel meer impactvol dan StarCraft? Ik moet wel zeggen, Age of Empires is nog steeds een ding, relevant. Is laatst uitgekomen, was die laatst. Ja, true. Goed. Als je het hebt over games die nog over de toekomst beschikken, dan is dat zeker. Oké, we doen StarCraft weg. Ja? Ja. Wat ik wel echt een veel vettere game vind dan de halve Age of Empires die ik gespeeld heb, hoor. Maar we hebben al besloten. Ja, maar StarCraft is wat mij betreft... Nee, dat is toch niet zo. Ik vind Warcraft 2 inderdaad de tofste RTS die er is. Maar daarna StarCraft 2. Dan hebben we besloten. Ja, ik heb deze game niet gespeeld. Ik kan er echt niks over zeggen. Nee, ik denk dat je het heel vet had gevonden namelijk. Veel vetter dan Age of Empires, denk ik. Nee, ik denk dat dit op dit moment nog te fantasy voor me was. Ik zat in deze tijd zat ik echt alleen maar in de Command & Conquer stuff. Dus ja. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar jij hebt het gedaan. Op koos aanraden dan eigenlijk. Ik heb het wel gespeeld. Ja. Want jij vindt het ergens, maar ergens vind je StarCraft wel vetter dan Age of Empires. Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Vind ik moeilijk te zeggen. Ja, dan dubbeltje op zijn kant. Je hebt nu nog maar één keuze en dat is CSGO wegstemmen. Want we hadden al afgesproken dat CSGO en Portal en Half-Life... Ja, dat gaat Nee, dan zou ik... Nee, ik ben nu aan de beurt. Ja. En ik moet hier nu... maar ik kan alleen maar van de deze... Want ik, of je wordt teruggeroepen. Hè? Ja, je moet ons kunnen overtuigen, inderdaad. Zodat je die twee tegen één situatie krijgt. Ik weet nu al dat ik dat niet ga redden. Om jullie te overtuigen. Ik had toen ik hier aan begon, voordat ik dit lijstje zag, had ik zoiets van 2 games die ik erin wil hebben. Dat waren CSGO en Half-Life. Vind ik te veel. Ja, allebei een shooter. Ja, maar het zijn 2 totaal verschillende games. Ja, true. Ja, maar, de een is een multiplayer-only game, de ander is een singleplayer-avontuur. Ergens... En met een recente VR-experience waar je u tegen zegt. Ja, zeker weten. Ja, ook. Nee, maar ik denk, die game wordt gewoon nog steeds heel veel gespeeld. Charmant daaraan ook is dat je hem niet op een... Legends ook. Ja, zeker. Ja, maar we gingen al ergens om ofzo. Ik denk dat ik het misschien 2 keer, 3 keer per jaar een keer aanraak. Omdat Ruud, oude stagiair en wat dan ook dat speelt. Meer dan ik dacht. Ik zit wel eens op een blauwe maandag, of eigenlijk is het meestal een blauwe zaterdag, na sluit bij een kroeg. En dan gaan we nog eventjes lopen, even een zolderkamertje op en dan zitten we dit dus af en toe te spelen. Keihard. Ik ga even iets bold zeggen nu. Okay. Kijk maar of jullie hier mee willen gaan. Ik wil het kruis van League of Legends weghalen en het over CSGO heen gooien. Nee. Ja, oké. Nee, vind ik geen Game Kings. Nee, stop. En ook omdat ik wil niet dat Age of Empires hierin blijft staan. Ik wil CSGO opofferen als Age of Empires ook wordt weg. Want World of Warcraft en Half-Life... Ja. Nee, maar dus dan mag er eentje terug. League of Legends. Dan? Nee. Ja, maar dat spelen wij niet. Maar dat is wel... Het represents peace, no new school PC. En ik wil af van new school, ik wil af van het old school stempel wat we nu hebben. Weet je wat ook new school is? Weet je wat ook new school is? Enzo Knol, publiek, dat is ook new school. En Ronnie Flex. Ja. Jij wil liever 90 shit en 80 shit. Dat besteed je toch ook gedaan aan gaan? Nee, maar ik vind het wel heel World of Warcraft, League of Legends. World of Warcraft is ook new school. Of is dat mid school? Dat is ook al 20 jaar oud, man. Ja, dus, maar dat is dan mid-school. En dan hebben we Half-Life ook. Dus dan hebben we alle twee hebben we dan shit uit, nog steeds uit de Half-Life thousands. Half-Life is wel redelijk old-school, hoor. Voor mij is het heel simpel. World of Warcraft, Half-Life en Age of Empires. Ja, ik vind even... Echt? Waarom Age of... Mag, nee, wil je dan... Age of Empires zie ik niet in die top 3. Nee, ik ook niet. Nee, dus liever CSGO, want dan opper ik nu... Oh, ik wil Age of Empires, zou ik eruit willen snijden, alsjeblieft. Zullen we League of Legends en Age of Empires op een gedeeld 4e plaats zetten? Gevierde? Nee, want League of Legends is er al lang uit en Age of Empires niet. Ik pleit er dus voor om hem weer terug te brengen. Naar 4. Maar dat hebben we al. Het is pick 3, hè? Het is pick 3. Ja, maar dat even voor het publiek, voor de buren, zeg maar. Ja. Dat we wel in ieder geval vinden dat League of Legends en Age of Empires echt heel erg die andere 3 titels op de hielen zitten. Nou, ik vind Age of Empires niet, maar dat is ik echt, ook niet. Echt persoonlijk. Maar nee, maar daarom, die snijden we weg nu, want het is 2-1. Ja. Whack, wow. Sweep, whack, wow. Had zij. Ja, maar nu zitten we dus toch met CSGO en Half-Life. Ja, daar heb ik helemaal geen issues mee. Ik ook niet, maar als jij een issue hebt met CSGO, kunnen we nog even kijken of we hem... Of we
iets kunnen swappen voor CSGO. Ik kan niet bedenken wat we hiervoor kunnen swappen. League of Legends. Ja, maar dat hebben we al gezegd, dat doen we niet. Worldwide gezien denk ik dat we een hele mooie top 3 hebben als we Half-Life, World of Warcraft en League of Legends. Maar fuck Worldwide, het gaat om de smaak van onze redactie. En daarom ben ik letterlijk hier hoopte ik dat het op uit zou komen. Ik had het niet helemaal verwacht op een gegeven moment. Maar ik ben best wel bereid om eventueel CSGO te switchen voor iets. Maar niet voor Age of Empires. Ja, maar er is niks anders. Nee, maar daar komen we er niet anders uit. Nee, ik wou het zeggen. Dan is dit hem toch? Ja, fucking lijp. Ja. Ik heb niks tegen CSGO. Integendeel, ik heb dat toen in Vietnam best wel heftig een paar potjes zitten spelen. Ik vond het ook mega vet. Maar ik vind gewoon, Half-Life en CSGO, nou, het is maar zo. Ja, nee, maar dat zegt dan toch wat over de kwaliteit van eigenlijk Valve. Dat wel de PC maar is het een franchise? Dat is ook maar één. Counter-Strike? Nee. Oh ja, tuurlijk, ja, er zijn Counter-Strike meerdere. Counter-Strike wel, zeker. Ah, ja. Ja, zeker, zat. En dat is ook het ding, hè, wanneer er shirts en guns en soort van microtransactions en alles en nog wat worden verkocht, dan is dat natuurlijk wel echt een franchise. Maar het is grappig dat gewoon vanuit Half-Life komt. Dus dat. Weet je wat ik doe? Nou? Mogen we hem even terug? Nee. Komt-ie. Nou? CSGO weg. SimCity daarvoor in de plaats. Nee. Daar zou je ook mee zijn. Nee. Dat is 2-1. Ah, sodomiet erop. Ja, dat is 2-1. Met die sim bullshit. Ja. Nee, maar dat hoort toch een RTS-game? Ja. Of nee, World of Warcraft is een MMO. We hebben een shooter en dan hebben we een SimCity. RTS. SimCity 2000. Nee, ja, man. Ik ben het daarmee eens. Ik vind dat die echt vergeten is. Die had ook veel hoger geweest. Ja. Skate 2-1, man. En CSGO komt van Half-Life. Dus het is alsnog zit dat er een beetje in. En daarom zei ik al, Portal komt ook van Half-Life. Dus het DNA van die twee games zit ook bij Half-Life. En het schuurt er tegenaan, hè, Skate? Het schuurt er tegenaan, hè? Trop, man. Die hele sim-shit, die kan maar aan mijn reet roesten, man. Ja, maar dat sim is ook RTS. Dat vind ik zo erg. Het is niet precies hetzelfde, maar zo erg bij elkaar passen. Dat SimCity heeft dan de vaandel van sim, maar ook RTS-games. En Warcraft heeft het ook een beetje. Precies. Zelfs in die top 3 zit dan. Ik denk dat we een hele DNA gebalanceerde top 3 nu hebben. En niet ook een beetje out of the box is hij dan ook wel door SimCity. Ja. Dus. Ik ben er blij mee. Ik ook. Hartstikke mooi.